If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Als jullie die ene kans hadden, dat ene paard hadden, wat alles in zich had om een Grand Prix te lopen, wat zou je er dan mee doen? Zou je het eruit halen? Zou je er zelf leuk mee in de sport gaan, maar uiteindelijk net niet het hoogste halen, omdat je er niet alles voor over hebt misschien? Zou je misschien weer iemand anders in training zetten die dat er wel uit zou kunnen halen? Denk daar eens over na. Want ik denk dat er meer dan genoeg Friese paarden op deze wereld rondlopen die dat Grand Prix niveau aankunnen. Maar de vraag is, wat gebeurt er met die paarden? Dus het komende uur ga ik een beetje met jullie doornemen wat er allemaal nodig is om uiteindelijk op Grand Prix niveau terecht te komen. Aan de hand van de vragen die gesteld zijn op verschillende fora en de Facebookpagina. En dan hoop ik dat jullie na deze kliniek nog eens een keer willen nadenken van, goh, zou ik dat doen? Zou ik dat er allemaal voor over hebben? En als ik dat wil, hoe ga ik dat doen? Vandaag worden er vragen gesteld die eigenlijk door mensen van tevoren zijn ingeleverd door Martine Dijkmans. Die staat hier bij de ingang. Steek even je hand omhoog, Martine, dus je bent ze hier bent. Martine is een vriendin van mij, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor de training van Wolter als ik op clinics in het buitenland doe. Dus in dat opzicht heeft ze ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan het behalen van het Grand Prix niveau van Wolter. Want zonder haar is elke keer een pauze uit training geweest en dan is dat al niet meer mogelijk. Before we really begin, does everybody have a headset who wants to listen in English? I was told that there were headsets available for the translation. Does everybody have one, or would you like me to do the clinic in English as well and translate what I'm saying? Do we have English people? And do you have headsets? No? Do you like me to translate? Okay. So, maybe not everything, but I'll try to explain as much as possible. So the introduction you heard about the question Eminem asked, and that's the question I have for you as an audience. If you had that one horse, that one Friesian, that was really capable of doing Grand Prix, would you seize that moment and really get the best out of that horse, doing everything that's necessary for it? I will tell you in the coming hour guided by questions that were asked at the KVBS Facebook page, what is necessary for the training of a Grand Prix horse. And then maybe after the clinic you can think about it and make a plan if you really have a talented horse and if you want to reach Grand Prix to see how you will get there. Okay, Martina, I think it's up to you. You have a first question for me. Ja, ik heb hier een vraag van Annemiek. En die is heel erg benieuwd naar hoe alles waar je in investeert, niet alleen qua geld, maar bijvoorbeeld ook in trainingsuren, accommodatie, heeft dat nog speciale eisen nodig? Waar investeer jij in om Grand Prix te worden? Oké, ik ga ondertussen even losrijden. Want we hebben een uur, maar ik moet natuurlijk wel een beetje losrijden.
Dus accommodatie kan ik u vertellen. Daar heb ik geen speciale eisen aan, behalve dan een goede piste met een goede bodem. Maar dat hoeft niet overdekt te zijn. Ik heb gewoon een buitenbak. Ik rij in regen, weer en wind. En dat gaat prima. Waar ik het meest in heb geïnvesteerd in de afgelopen jaren is training. Trainen bij toptrainers kost heel veel geld. En betekent vaak dat je niet naar iemand naast de deur gaat, maar dat je wat verder weg gaat. En voor de rest is natuurlijk een goed paard heel belangrijk en daar komen we later nog op terug. En voorwaarden als een goed passend zadel, een goed passend hoofdstel. Maar ik denk dat de investering verder meer te zoeken is in plannen, nadenken, doelen stellen, elke keer weer bijstellen en zorgen dat je een trainer vindt die bij je past. So the first question is, what do you invest to get a horse to Grand Prix? Do you need special accommodation? What is important to you? What can you do without? So my accommodation is plain and simple, an outdoor arena. No roof over my head. With the Dutch weather, I'm training outside, in the cold, in the rain, but it doesn't matter. Most of the money I invested in the training went to the trainers. You have to have good trainers, people that absolutely know what they are talking about. And of course, it starts with a good horse, but we'll talk about that later. And then things like a good fitting bridle, good fitting saddle, that's all important as well. But don't think you need everything really fancy to become Grand Prix. It's not about that. It's about dedication, hard work, listening to trainers, and also working on your own body, keep yourself fit and in shape, things like that. Those are the things that I invested a lot in over the years. Dan heb ik een vraag van Wendy. Die vraagt, waar haal je de motivatie vandaan? Want jij moet toch ook gedacht hebben heel vroeger, Grand Prix is een droomdoel. En eigenlijk niet reëel haalbaar doen. Waar lag dat omslagpunt dat jij dacht dat jij of Walter, of misschien wel samen, dat doel zouden kunnen gaan halen? En komt er ook een nieuw droomdoel? Ja, dus de vraag is duidelijk. Waar haal ik mijn motivatie vandaan? En wanneer ben ik beginnen denken dat ik echt het allerhoogste zou kunnen halen met Walter? Eigenlijk is het begonnen op het moment dat ik begon te trainen met Tineke Bartels. Die is enorm belangrijk geweest in onze dressuurcarrière. Zij heeft Walter leren kennen als 3-4-jarige en vond hem ontzettend getalenteerd. En doordat zo'n toptrainster vertrouwen had in mijn paard en telkens dingen tegen mij begon te zeggen van dat moet beter, dat moet nog beter, want anders haal je de Grand Prix niet. Toen begon ik te beseffen dat ze dat meende, dat dat niet maar een opmerking van haar was, maar dat zij daar letterlijk van overtuigd was dat als ik alles helemaal goed zou doen in de opleiding en de basis, dat mijn paard uiteindelijk de Grand Prix zou kunnen halen. En hij was op 7-jarige leeftijd aan de lichte tour, die St. George. Dus toen wist ik al van ja, als ik dat op 7 jaar kan, dan moet het kunnen. Dan moet ik zeggen, de stap naar Grand Prix is wel een enorme nog. Dat is nog een klassenverschil, gelijk van de Z naar de Prix St. George. Zo is van de Prix St. George naar de Grand Prix ook een enorme stap. Zo. So, the question was, when did you start to believe that you could get Grand Prix with this horse? In Tineke Bartels, famous Dutch trainer, is very important for me in that aspect.
She's a trainer I respect a lot. Her daughter has gone to the Olympics several times. She herself has been to the Olympics. And when I started training with Walter at her place when he was 3-4 years old, and she thought he was very talented, she kept telling me that I had to do my basic training very well to get him to Grand Prix. So then I started to realize that she was not saying it jokingly, but she really meant if I put a lot of hard work in it, it would be possible to get him there. So that made me realize that I really had to try and do my very best to get everything out of it. Daarbij was de vraag, wat nu als je nu je de droomdoel bereikt hebt? Ik praat altijd over doelen stellen en droomdoelen stellen. Doelen stellen doe ik de hele opleiding door. Elk stukje wat ik wil verbeteren, of waar een probleempje zit, of wat niet helemaal 100% is nog, daar maak ik een nieuw doel van. Ik stippel een weg uit hoe ik dat doel kan bereiken. En als het dan uiteindelijk gelukt is, dan ben ik weer een stap verder en dan maak ik weer een nieuw doel. Een droomdoel is iets wat je eigenlijk denkt dat je niet gaat kunnen bereiken, maar toch heel graag zou willen. Dus mijn droomdoel was altijd Grand Prix. En door al die doelen heel secuur uit te stippelen, van jongs af aan, ben ik uiteindelijk zover gekomen dat ik dat doel waarvan ik niet dacht dat ik het zou halen, toch heb verwezenlijkt. En nu is het dus zo dat mijn nieuwe droomdoel de Olympische Spelen is. Dat zal helemaal moeilijk worden, zeker omdat Walter al 14 is. Maar misschien is er dan wel een ander paard tegen die tijd. Of misschien blijft Walter het wel zo super doen dat het toch nog mogelijk is. Maar dan moet ik waarschijnlijk wel naar een of ander leuk land verhuizen waar de concurrentie is minder groot is als in Nederland. Maar dat zijn allemaal opties, dat zijn wel mogelijkheden. Dus als je het hebt over dat doel, ja, dan ga je toch weer kijken van hoe kan ik daarin slagen om daar te komen. So, my training consists all the time with, in little goals. And all these goals together go up to a big goal, a dream goal. So a dream goal is always something that you think you cannot really reach, but you would definitely love to. So for me, Grand Prix was a dream goal, but now I achieved that because I made step by step all these little goals in my training happen. So I got a little better every time until we finally came to the level of Grand Prix. So now my new goal is to go to the Olympics. It's again a dream goal, it's something I don't think I will ever achieve. But you never know. So maybe not with this horse, maybe with the next horse, maybe with this horse, but then I have to move to, I heard somebody from Costa Rica here, maybe Costa Rica doesn't have a dressage rider yet, I might have to come to Costa Rica and go with the Friesian to the Olympics for Costa Rica. You know, but there are all options there, and it's just always a matter of not thinking in what's not possible, thinking in possibilities, thinking of goals, thinking of solutions. Ja, hier, Wendy, we krijgen nu de volgende vragen. Ik heb er drie. Jill vraagt, welke bouw is het meest geschikt bij een paard met Grand Prix potentie? Dus als ik op zoek ga naar een paard waarmee ik Grand Prix plannen heb, waar moet ik dan op letten? En Jeanette vraagt, of het meer de mindset is van de ruiter, maar vooral van het paard, die ervoor zorgt dat de combinatie op hoog niveau kan komen. En op welke leeftijd zou je kunnen bepalen of een dier inderdaad geschikt is voor het hogere dressuurwerk? Al op jonge leeftijd, voordat ze geleerd zijn, of pas op het moment dat een dier onder het zadel loopt? En Colinda vraagt, in het opleiden naar een hoog niveau, hoe doe je dat met een fokmerrie? Laat je die bewust een jaar gerust? Wordt deze alleen naar het sportpredicaat gereden? Of zou je deze toch naar de Grand Prix willen rijden? Heb je dan liever een ruin of een hengst? Goed, dus het gaat eigenlijk een beetje over de herkenning van talent. Nou, ik heb zelf nooit een talentenplan gewonnen. Mijn paard ook niet. Ja,
dan kan je denken van dat zegt iets. Nu zijn we allebei nogal koppig, dus wij luisteren daar niet naar. En dan kom je soms hoger dan al die paarden die dat wel willen. En Wolter heeft bijvoorbeeld jarenlang getraind in dezelfde lessen als een KWBN'er die de Pavo Cup had gewonnen. En die echt bestempeld werd als een enorm talent. En het paard heeft de Grand Prix nooit gehaald omdat hij geen piaf kon. En dat is natuurlijk het punt. Je test jonge paarden, vooral op grote bewegingen. Maar eigenlijk weet je pas zeker of ze Grand Prix kunnen als ze al een hele poos in training zijn. En als je erachter komt, is dat het allerlaatste stukje ook kunnen van verzameling. Want heel groot gaan is heel leuk, tot Prix St. George niveau. En dan ben je er eigenlijk alleen maar, dan heb je er meer last van vaak dan dat je er voordeel van hebt. Dus talenten zoeken voor de Grand Prix is iets totaal anders dan een paard zoeken met grote beweging. Zo ook bouw. Ik kan u vertellen, als ik het zadel van Wolter afhaal, dat het niet de mooiste is qua bouw. Maar hij heeft wel een enorm talent voor verzameling. Als hij in de merrie zou zijn, zou ik er niet mee fokken. Want fokken en wedstrijdsport op dat niveau gaan absoluut niet samen. Maar ik zou er wel mee in de wedstrijd gaan. Want als je dit kan. Goed. Dan moet je daar gewoon gebruik van maken. Want het is zo'n ongelooflijk talent, want zo weinig paarden hebben, dat het jammer zou zijn om het dan maar voorbij te laten gaan dat het een merrie is. Dus ik denk persoonlijk dat ik wel, als een paard Engels zadel mak is, kan voelen of het erin zit. Maar hij moet wel zadel mak zijn, je kan het niet zien. En ik denk ook dat het voor de rest een heel groot aandeel is van karakter. Dit paard heeft een wil om te werken, daar staat elke trainer waar ik naartoe ben geweest versteld van. Als het zomers 40 graden is, dan loopt hij net zo hard als dat hij in de winter loopt. Hij loopt elke dag opnieuw weer het vuur uit zijn sloppen voor me. En dat is gewoon zo'n onvoorstelbare eigenschap. Ik krijg een brokvloek in mijn keel. Ik weet niet of je het hoort, maar het is gewoon echt zo. Dat een dier 10 jaar lang, 11 jaar lang, gewoon elke dag opnieuw zegt. Wat gaan we doen, baas? Ik wil het weer doen. En dat je weer iets moeilijks vraagt. Dat hij dan toch weer elke keer opnieuw zijn best doet, totdat hij het weer goed kan. En dan ook heel trots is van, let op. Nou, ik heb het geslaagd. En ik kan het ook gewoon. Goed zo. Goed zo. Braaf. Kijk, en dan kan ik hier zitten uitleggen en stappen en praten. En ondertussen, als ik dan eventjes weer zijn aandacht vraag, dan is hij er ook gewoon weer. En dat is een heel, heel bijzondere kwaliteit die niet veel paarden hebben. Dus ook iets wat nog te weinig getest wordt, denk ik. Daar moeten we echt naartoe. Willen we Grand Prix paarden hebben, dan moeten we die eigenschap nog beter in de gaten gaan houden. Maar ik wil ook weten of je dan iets aan het voeren of aan de supplementen die je geeft, of je daar iets aan doet. Let me first translate a little bit in English. So the question was, can you see the potential, Grand Prix potential in a young horse? Can you see it in confirmation? No, you can't. Can you see it when you're just under saddle? Maybe you can feel it a little bit, but not because of the big gates and the big movements, because in Grand Prix they have to collect. So a lot of the big moving horses that do really well in young horse competitions never get to Grand Prix because they have too much difficulty to collect. So at the end of the day, it's all about character. It's all about his will to perform every single day, every single minute, over and over again. And I can sit on this horse and talk for an hour, and then the moment I put my leg behind, he starts to canter. The moment I say I want a pirouette now, he will do a pirouette without a lot of preparation, without telling him, come on, you need to do it. He is like this every single day of the week. And that's the thing that you need with a Grand Prix horse. Every trainer I went to said, this horse has the potential for Grand Prix because he's just
all the time willing to work. He will never quit. Not in 40 degrees in summer, not in winter, in the rain. He will just not stop. And that's an incredible thing. And that's something that's tested, not enough yet. For me, that's more important than a beautiful horse with beautiful gaits. We both did not win the beautiful people and horse competition, but it's not important because we work together, we both work hard, and that's how you get there. Not by just winning a young horse competition. That's not even close to Grand Prix. Kijk, de volgende vraag is over het voeren, het speciale dingen voer. Het is eigenlijk heel simpel wat ik voer. Ik weet niet of ze hangen hier dus normaal. Ik voer pavo. Gewoon een pavo dressuur, niks speciaals. Het enige wat ik bijgeef is gerst, geen haven. Hij doet het beter op gerst. En daarnaast vitamine E en selenium voor zijn spieren soepel te houden. Ik heb gemerkt dat er veel vriezende punt is. Maar dan moet ik zeggen, ik ben niet zo aan merken gebonden. Als ik bijvoorbeeld haven zie, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. En het gaat er mij vooral om dat de percentages die erin zitten laag eiwit bevatten en hoog vet. Want dan krijg je meer uithoudingsvermogen. Friezen doen het niet zo goed op veel eiwit, heb ik de indruk. So the question was, what do you feed? And I feed pavo. There's a sign hanging out here. And just normal dressage food of pavo. And a little extra vitamin E and selenium for the muscles. So but it doesn't really matter for me which brand I feed. I just want to have a food with low protein and high fat. And that makes stamina better. Heb ik weer drie vraagjes. Eerste van Mirjam. Hoe kun je zorgen voor een juiste opbouw in de training? Niet te snel, maar ook niet te langzaam. En wat zijn tekenen van het paard dat je te snel of juist te langzaam gaat? En hoe zou je een goede opbouw voor het paard kunnen bepalen? Zit hier bij een verschillende leeftijd, wat het paard in het verleden al gedaan heeft, blessurehistorie, niveau van de ruiter, enzovoort. En dan heeft Geeske een vraag die erop aansluit. Wanneer weet je of je meer kunt vragen van je paard? Of dat je juist te veel gevraagd hebt? Of is dat misschien een gevoelskwestie? En Anna die is benieuwd wat jij nou de ultieme afbouw van een trainingsmoment vindt. En dan met name het betreft losrijden. Hoe pak je dat aan? Hoe lang ben je gemiddeld mee bezig? En wat vraag je wel of misschien nog niet in het losrijden? En waarom? En in hoeverre verschilt deze aanpak bij een groen versus een Grand Prix paard? Ja, dat verschilt enorm, kan ik zeggen. Een groen paard rijden is eigenlijk voor mij niet meer dan op twee teugels weg naar voren rijden. Dan zal ik misschien mensen heel erg verbazen met te zeggen dat ik helemaal geen fan ben van volters. Dus met een jong paard zoek ik de kant op en ga ik gewoon eerst rechtuit, rechttoe, recht aan de wand langs. Tot hij op die manier mooi rechtdoor loopt. Ik ken heel veel mensen die met jonge paarden enorm veel volters gaan draaien. En ik zie daar heel veel paarden heel scheef van worden. Omdat die mensen niet goed beseffen waar hun stukken liggen. Kijk, als ik nu hier een grote volter ga draaien. En ik weet niet precies waar ik naartoe ga. Dan kan hij zo een beetje naar binnen vallen. Of zo een beetje over de schouder weglopen. En als ik dan niet goed kijk waar precies mijn lijn lag. Dan zwalpt hij soms helemaal ergens anders naartoe dan ik wil. En dan raak ik het verband helemaal kwijt. En ik ben dus groot voorstander van eerst te zorgen dat hij gewoon rechtuit, recht op twee teugels tussen twee benen gaat. En als je dat voor elkaar hebt, dan wel volters rijden. Maar dan moet je elke centimeter van die volter gezien hebben. En precies weten waar je daar langs wilt. Als je dat niet weet, is grote kans dat er ergens een binnenachterbeen te veel naar binnen gaat. Of een buitenachterbeen te veel naar buiten gaat. En dan heb je al niet de goede basis om het verder te bouwen. Hoe ouder het paard wordt, hoe meer dat hij kent, hoe meer dat je in die opbouwfase al dingen.
dingen meeneemt. Kijk, voor hem is Gouden Binnenmaas niet moeilijk meer. Dus dat is voor een empaat het eindpunt van de training. Maar voor Wolter is dat eigenlijk pas het losmaakmoment. En bij Wolter is dus schouder binnenwaarts nog een warming-up oefening. En dat zal eerder een heel scherp appiëment of serie wissels of passage Piaf. Dat zal uiteindelijk het zwaarste punt van de training worden. Dus dat is voor elk paard afhankelijk. Wat vindt hij moeilijk, wat vindt hij makkelijk? Sommige paarden floreren ook bij bijvoorbeeld losrijden in galop, dus die nemen de galop dan al wat sneller mee. Maar dat is per paard verschillend en dan dien je bij elk paard opnieuw over na te denken. Het is niet zo dat het bij Wolter het zo is, dat het dan bij een ander paard ook automatisch het ook zo kan doen. Dus zo werkt het niet. Oké, so a little bit about starting the training. If a young horse compared to a high level horse, how do I build up a training hour? And it varies a lot from the level of the horse. And with your horses, basically the only thing I would like to do is to make them straight, make them nice on two reins, get them in front of my leg, and just follow the track. I don't do too many circles, because if I don't know exactly where my circle is, I will get the horse a little bit crooked. And I don't want that, so I'd rather go past the fence, make them straight, and then see if I can let go of my hands, can let go of my legs, and he will still go straight. And if he does that for a young horse, then I'm totally happy. Then he's in balance. So then I just need to see if the half halt is working. It's a little pushy now. So I stop him immediately. So this is something I already do with horses at a pretty young age. When I give a half halt, and I feel they're not responding immediately, then I halt. So the next time I close my fingers a little bit, they think about halt, and they don't need to stop anymore, but they get the weight back to the hindquarters. Yeah. Good job. So if you do a lot of these transitions, you can already see in the end you will come to collection like this, just by going a little bit forward, and then making it half halt again, and then going forward again, making it half halt again, until you get Piaf. There's really nobody with a stick behind him or anything to teach him Piaf. He just was taught like this. Just go back and forth and back and forth. Oh.